Ja, dit is even een experiment. Dus ik zie of ik dit op een filmpje kan krijgen. Dit is een fitnessbeweging die ik heb. Ik ben een stukje achter. Die ik heb gezien op YouTube. En ik dacht, misschien kennen jullie die wel niet. Dan deel ik hem met jullie. En dan heb je weer wat anders te doen in de hal. Hij heet de Spider-Man Crunch. En misschien geeft hij in het Nederlands wel een andere naam. Maar het traintje. Hoe noem je dat? Je abs. En dan denk je eerst van. Traint je abs. Het lijkt er niet op, maar het is wel zo. Je gaat dus zo. In de hondjespositie. En dan begin je met één been. En die raak je met je knie je elleboog aan. En dan doe je hem weer terug. Je knie, je elleboog. Knie, je elleboog. Nou, en in het begin denk je van, nou, dat is makkelijk. Maar als je dat 10 keer gedaan hebt, dan denk je in één keer, verrek. Mijn hartslag kon ook wel eens omhoog gaan. En, gosh, Mickey man, waar voel je het? Hier. Dus je krijgt er een mooie, geen waasbordje, maar een dinerbordje krijg je ervan. Dus dat doen we. Ik doe nog wat andere dingen voor mijn rug. Dat kan ik ook wel even laten zien. Maak een duwtje. En kijk, een wilwaard. Dus ik doe de plank. Zo. De plank. Dat hou je dan 30 seconden vast. Dat doe ik nu niet, maar dan raak je hem weer zakken. En dan hou je hem weer 30 seconden vast. En een mooi plankje. En natuurlijk de yoga stretch. Je pakt je kniebeet. En je duwt hem helemaal zo. En je kijkt de andere kant op. God, dat voel ik die abs ook nog weer. Je kijkt de andere kant op. En dan stretch je helemaal lekker je. Ik zal het even naar die kant doen. Zo, hier de spier, de gluteus maximus, die rek je er helemaal uit. Nou, en dan hebben we nog, ik ben al op dreef. Ja, wacht even hoor. Ik heb mijn dumbbells. Nou, dan heb ik verschillende oefeningen. Oké, moet niet tegen de muur aanslaan natuurlijk. Natuurlijk, ik begin met deze uitgangspositie. Nou, doe je dit 10 keer. En dan doe ik deze 10 keer. En dan doe ik deze 10 keer. We zijn wat ingewikkelder. En dan doe ik helemaal een stukje naar achteren. Kontje naar achter. Zo, net alsof je gaat vliegen. Doe ik dat 10 keer. Nou, dit is makkelijk. Dit is 1,5 kilo, dus dat is niet zo zwaar. Maar ik kan er eentje nog aandoen, dan wordt het 2 kilo. Maar ik heb nu eentje besteld, die is 3 kilo. Dus dat zal wel, dus weer een standje hoger. Nou, dat is goed voor de zwembeweging. Die kan je ook nog doen. En dat voel je echt wel in je onderrug en in je onderarmen. Nou, dus zo houden wij ons een beetje bezig. Ik heb een rollers, ik heb een springtouw. Ja, je kan er buiten hardlopen, dat mag ook 1 keer per dag. Dus dat doen we dan. En dan heb ik nog meer. En nog wel meer gekke stretches. Maar wij houden ons bezig. En als jullie nog ideeën hebben voor andere activiteiten, andere dingen die goed zijn voor bepaalde spiergroepen. Squats doe ik niet, dat doet zeer aan mijn knie. Maar laat het maar weten en dan zal ik mij daarop richten.